Hey mensen, leuk dat jullie weer kijken bij Life Like Johan. Ik ben hier vandaag samen met Zoe. En wij gaan lekker een dagje Bobby Aland doen. Dus ik zou zeggen mensen, succes met kijken. En dan zijn we nu in Bobby Aland. En we gaan gelijk naar de eerste attractie. Denken we. We gaan nog even kijken welke het wordt. Het is een beetje regenachtig, jammer genoeg. Maar we gaan er gewoon een leuke dag van maken, toch? Ja, hey hond. Zin in? Ja. Ik ook, zeker weten. Maar ja, we gaan nu naar de eerste attractie. En dan horen jullie nu welke het is geworden. Zo mensen, als eerste, ik ga even omdraaien, wee! De eerste gaan we naar de Fury. Dus ja. Even de beste nieuwste achtbaan van Bobby Aland gelijk gaan proberen. Ik ben benieuwd hoe die gaat worden en alles, dus let's go, wij gaan lekker de Fury in, toch? Ja. Let's go, toch? Ja. Zo, net in de Fury geweest. Wat vond je ervan? Nou, ik heb alvast... Kid. We moeten pijlen volgen. Ik heb alvast mijn longen en mijn stembanden. Ja, we gingen achteruit. We hadden gelijk heel veel geluk. Dus... Ja. Nou, heel veel geluk. Jij had geluk. Ja. Ik had tenminste veel geluk. Ik had wel lekker achteruit. Maar ik bedenk me nu eigenlijk... Maar nog niet te ver naar voren, dus dan is vooruit eigenlijk nog veel enger dan achteruit. Maar we gaan even kijken bij de sledgehammer, dus ja. Ja. We gaan even kijken bij de sledgehammer, kijken of dat die open is, want daar staat al de hele tijd stil. Ik heb hem nog niet zien draaien, dus we gaan even kijken. En horen en zien we het wel, toch? Ja. Ja, ja mensen, jullie denken wel allemaal mondkapjes. Maar het moet hier in alle snelle attracties moeten we mondkapjes op. We gaan nu naar de sledgehammer zoals jullie zien. En we kennen gelijk in, want hij is echt net gemaakt. We zagen de operators zagen we net weglopen. Dus hij is nu net weer open. Dus let's go in de sledgehammer, toch? Ja! Yeah. We zijn nu net uit, hoe heet die ook weer? Sledgehammer. Sledgehammer, alleen we hebben dus vastgezeten. Storing. De platen eronder die wilden niet omhoog komen. Dus er moest een trap komen en mensen achter ons om ons te bevrijden met een schroefdraaier. Ja. Oh, dus, we hebben het bekant eruit getild. Ja, bekant wel. Maar waar gaan we nu naartoe? Typhoon. Typhoon. Dus let's go in de Typhoon. Ja. Ja. Zo mensen, we komen net uit de tyfoon. Dat was wel leuk. Ja, alleen jammer, ik ben mijn oorbel kwijtgeraakt. Is de oorbel verloren. Ja, jammer dan. Maar we gaan door naar, Naga Bay. Naga Bay, vroeger de dish. Ja. Dus let's go. Ja. Mooi. Zo mensen, we zijn nu net uit de Naga Bay. Ja, we gaan even lekker een beetje eten. Ja. Wat gaan we eten? Weet ik niet. Broodjes. Oh. Broodjes. Ja. Oké. Okay. En daarna? Een achtbaan. Een achtbaan. Eén. Niet twee, maar één. Eén achtbaan, de rest van de dag. Ja. Nee. Grappig. Nee. Maar we gaan nu even lekker eten, dus jullie zien ons nu wel weer als we klaar zijn met eten. Ja. Denk ik? Ja? Ja. Ja. En dan is het zo. Kan ook nog. Jullie zien het wel. Jullie zien ons nu wel weer. Zo mensen, we gaan nu in de Revolution. We hebben net lekker gegeten. Ja. Hier is de banana battle. Ja. Waar gaan we niet in? Waar gaan we niet in? Nee. Nee, we willen niet nat worden. Niet leuk. Het is al nat genoeg buiten. Ja. Yeah. Dus, nu op de Revolution. Ja. Let's go. Ja. Zo mensen, we gaan nu lekker in de Speedy Bob. Lekker door elkaar geschud worden. Jee. Een wilde muis. Dus, let's go. Een wilde muis. Toch? Ja. Lekker gegeten eigenlijk. Mooi. Nou ja. Nu gaan we weer alles door elkaar schudden. Let's go. Overgeven. Yeah.
was hij weer. Jouw schouder deed echt pijn. Sorry. Jongen. Maar wel is wel grappig, toch? Ja, dat is. Mooi, mooi. En nu weer verder naar de volgende tijdje gaan lopen. Dus ja, die bootjes. Dus nu horen jullie wel wat voor. Ah, El Rio. Ja. Oké, okay, we gaan blijkbaar naar de El Rio. Ja. Dus let's go in El Rio. Ja. Let's go in El Rio. Zo mensen, net uit El Rio. Uitleg. Het was druk. Ik had op. Heel druk. Ja, drukker dan bij de andere attracties. Je hebt wel gelijk. Maar ja. Ja. Maar voor de rest word je minder nat dan bij de Efteling. Efteling word je ook helemaal niet nat. Ik heb altijd wel het ongeluk dat ik nat word, ja. Wauw, knap. Maar ja. Maar ja, ik vond die draai leuk, vind ik, en blijf ik grappig vinden. Echt waar. Ja, hij is wel leuk. Ja, hij is ook grappig. Maar het grappige is nu eigenlijk mensen dat ik met Zoe eigenlijk hele andere dingen, attracties, toch wel soms een beetje pak en doe. En het wel anders voelt dan normaal, dan dat ik waarom? Het met Zoe doe. Ik weet ook niet, maar ik kwam hier wel vaak met Colin. Dan doe je veel meer de extremere attractietjes dan... Sorry hoor, dat ik een meisje ben. Nee, maar ik vind het wel leuk, snap je? Veel meer rust in mijn lichaam. Maar ja, we maken het uit. Zen bij een vrouw. We gaan gewoon even lekker verder lachen. En jullie horen wel wat we gaan doen, toch? Borstballade. Nou, lijkt me wel eens een keer grappig om te doen. Oké, dat zijn van die krapdingetjes. We gaan gewoon voor de grap doen. Nou, oké. Ja? Oké, we gaan, als het niet druk is, naar de horse pedalo. Pedalo. Ja. Zo, dat was de horse pedalo of zo. Ja. Die hebben we dan gedaan en ja. Even terug naar de kindertijd. Hè? Ik heb het nooit gedaan volgens mij. Ik heb het ook nooit gedaan. Even lachen, even terug naar de kindertijd toch? Ik was als kind zijn al heel erg. Ik wilde de achtbaan, maar toen was het te hard. Dus ja. Toen hier heb je een. Zo. Een rupsbaan. Oh. Hey, rupsbaan? Nee. Zo je dat, niet in de rupsbaan. Oké. Okay. Dan gaan we door, jullie horen wel waar naar en toe. Ja. Zo mensen, we gaan nu blijkbaar naar de Dreamcatcher. Ben je er al eens eerder in geweest? Nee. Dan wordt het extra leuk voor jou. Denk ik. Leuk joh. Laatst geleden was op de basis, dezelfde MBO. Ja. Let's go dan maar in de Dreamcatcher. Yay. Zo mensen, deze achtbaan kennen we ook weer van het lijstje afstrepen. Ja, dat was de Dreamcatcher en we gaan gewoon nu lekker door naar de volgende attracties. Rustig aan, lekker lopen een beetje. Wat vond je van de Dreamcatcher? Ik vond hem wel leuk, maar alsnog vind ik achtbanen die onder de baan hangen niet echt fijn. Dat kan. Ja, ik vind het wel leuk. Het is uniek dat je gewoon zo lekker heen en weer kan bewegen. Is wel echt uniek. Dat vind je niet veel in de buurt. Dus dat is wel leuk. En ik denk dat wij wel doorgaan naar de Okie en Dokie. Denk ik. Ga me niet zeggen dat het deze baan is. Ja, wel. Oh, kinderbaan. Kinderbaantje. Ja, we moeten het wel van het lijstje afstrepen, hè? Allemaal van het park al. Ja, in af. Nee, we hebben het nog niet gedaan, dus we gaan het gewoon doen. Let's go in de Okie en Dokie. Zo. Weer even een nachtbaantje gehad. Dat was de Okie Dokie. Ja. En nu gaan wij even geen achtbaan meer doen. Oh. Nee, we gaan een longvloem doen. Oh. Indiana River. Ben je er ooit in geweest? Nee, weet ik niet meer. Wat zou je het laatst zien? Toen op de basisschool. Ironman, dat vraag ik niet. Dat vraag jij. Nee. Indiana River. En zo is weg. Oh nee, daar is ze weer. Hi. I'm back. Ja, mooi. Backpack. Copyright. Oh. Let's go. Yep. Zo mensen, we zijn net uit de Indiana River. En ja, ik ben aardig droog geweest. Ja, en in de kletten nog. En ik weet dat dat heel verkeerd is. Klootzak. Sorry, kom maar aan hier nou. Ik zat er net erover te grappen een beetje. Met mijn kleding. We gaan even
Ja. Het is zwart met gat omheen. Maar we gaan even verder voor de laatste achtbaan. De Bob Express gaan we eigenlijk naar de Bob Express voor de laatste achtbaan. Eigenlijk ja. Toch? Ja. Dus let's go. Zo, en dat was de laatste achtbaan. Ja. Dus we hebben nu eigenlijk alle achtbanen wel gehad. Ja. Ja. Welke vond je nou het grappigst? Leuks? Het interessantst? Het bijzonderst? Zeg het. Ik weet niet. Ik vind het moeilijk. Ja. Ik denk gewoon, de Fury is gewoon super. Ik vind de Fury gewoon super. Eén, omdat hij nieuw is. Niet vaak gedaan, dus. En twee, hij is gewoon echt leuk. Ja. Gewoon snelheid en zo. Heerlijk. Maar wat vind jij? Ik vind hem matig. Ja, vertel. Wat vind jij het leukste? Ik denk dat hij vindt. Ja. Of de Revolution, kan ook. Dreamcatcher. Zeg het maar. Revolution vind ik ook wel leuk. Ja, maar wat is de leukste? Ah, dan toch het Typhoon. Het Typhoon, oké. Okay. Maar we hebben nog niet alle attracties gehad. We gaan nu, denk ik, naar ja, de laatste, laatste attractie. De Wildwaterbaan. Weer een lofvloem van Bobby Aanland. Dus jullie zien ons denk ik zo meteen wel nat weer hier staan. Eigenlijk wel. Zo mensen, we zijn net uit de Wildwaterbaan. Ja. De laatste lofvloem buiten, outdoor. En ja. Mijn hele been is helemaal vol met water. Ja, mijn linkerarm is helemaal nat. Haar hele benen, linkerbeen is helemaal nat. Plus schoenen. Ja, de golf die ging, ja, je valt naar beneden, maak je gelijk een bocht. Dus, oh, heel die flutsch en water die komt. Over je heen. Ja, aan de linkerkant, over je heen. Dus ja. Jammer, we zijn een beetje half nat nu. Maar we gaan gewoon gezellig door, toch? Ja. En nu gaan we nog een beetje. Zeg maar, nu zien we mijn gast niet meer. Ik ga even snel naar het licht toe. Zo. Jullie zien ons wel. Wij gaan nog een beetje rondlopen in het park. Dus als ik nog wat tegenkom, dan laat ik het jullie zien nu. En anders zien jullie wij ons weer bij de uitgang, denk ik wel, toch? Ja. Dus tot nu. Zo mensen, we hebben bekant heel het park nog voor een tweede keer doorgelopen. Om het toilet te zoeken. Bijna alle toiletten werden ook nadat wij in de Bob Express, nee, Wildwaterbaan zijn geweest. Ja. We zijn nog bij een winkeltje geweest en zo. We wilden nog we hebben toen nog een paar keer de Fury gepakt. Zo is we ook nog een paar keer geweest. Ze vond het best wel eng. Maar ik vind het knap dat ze toch wel. Nu krijg ik toch een nieuwe set oorbellen. Ja. Jee! Oké, okay. Maar waar? Ja, die kant. We hadden een weddenschap. Als ik vooruit ook eng zou vinden, zou ik een nieuwe set oorbellen krijgen. Maar ik heb haar niet hoor. Ja. Dus ik ga nog even over nadenken dat ze die oorbellen krijgen. Maar we gaan even door. We proberen ook nog naar het toilet te gaan. Bijna alle toiletten waren ook afgesloten. Echt. Bobby Aanland, het is leuk, maar ze zijn niet altijd even vriendelijk tegen je. Nee, ik vind het soms op sommige plekken wel jammer dat ze niet echt vriendelijk zijn. Ja. Maar we gaan de Land of Legend nu uit. Alle attracties zijn nu echt gesloten. We gaan richting de uitgang. Halve balletje gooien. Even kijken of we nog een leuk souvenirtje kunnen vinden. Zo niet, dan zonder souvenir weg. En dan ergens proberen nog te gaan eten straks. Maar ja. Ja. Ik spreek jullie wel weer bij de uitgang. Dan hoor je wel dat ik een souvenirtje heb, toch? Ja. Dus tot nu. Zo mensen, we zitten nu weer in mijn autootje. En we gaan weer terug richting Dintoort toe. En ja, ik vond het een fantastische dag. Soms een beetje wat regen. Maar minder dan ik had verwacht. Ja, het was alleen in de ochtend een beetje aan het regenen en... Ja. Ja, we zijn natuurlijk in de water dingen gegaan, dus... Ja, zo lekker weer was het nog om zelfs gewoon de waterattracties te pakken. Ik liep zelf gewoon alleen heel dag met een trui rond. Ja, het was goed te doen. Ja. Beetje winderig op sommige plekken, maar een beetje regen. Maar het was wel echt wat te doen. Heerlijk, lekker rustig ook in het park. We hebben echt maar
kwartiertje tot half uurtje in de attracties hoeven te wachten maximaal. Sommige attracties was ook gelijk doorlopen. Zoals Indiana River, het was gelijk doorlopen. Sommige attracties was het even staan en je kon de volgende rit al mee. Of je moest alleen even wachten dat mensen waren uitgestapt. Ja, het was gewoon heerlijk. Het nadeel is alleen dat je continu je handen nu moet schoonmaken, waardoor je handen echt gewoon schraal worden ja. En kapot gaan. En het spul, dat stinkt. Ja, dat wel. Dat spul stinkt. Naar bedorven bier. Ja. 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 Maar ja. Maar ja, dat moet de pret niet bederven. Het was maar wat vond je het leukste van de dag? Wat ik het leukst vond? Ja, wat vond je de leukste attractie of zoiets? Ja, toch de tyfoon. Ja. Tyfoon is ook leuk. Gauw ouwe. Maar Fury. Ja, ik blijf het zeggen. Het is een nieuwe attractie. Het is een nieuwe achtbaan. Over twee jaar zeg je weer wat anders. Ja, het overtreft voor mij wel weer de tyfoon. Ja. Het is vernieuwend. Dit zetten we toch wel weer een beetje Bobby Island op de kaart. Een klein beetje. Ja. Hij is echt... super, vind ik wel. Ik vind de techniek erachter dat je die keuze hebt om voor of achteruit te gaan. De verrassingseffect is echt geweldig, vind ik. Dat is wel grappig. Ja, ik vind het wel grappig. We hebben allebei de kanten gedaan, zowel vooruit als achteruit, een paar keer. Dus, ja. De laatste keer, dat was de laatste keer dat we echt wilden welke kant op wilden. Ja. Dat is wel mooi. Je hebt links en rechts. Links is voor... alleen maar vooruit, rechts voor de verrassing of dat je voor of achteruit gaat. Dat gaat gewoon door een knoppensysteem met twee pijltjes op je beugel. Achteruit is de keuze voor jou, achteruit, knopje vooruit is voor de keuze voor jou, vooruit. En de meerderheid, die kiest de baan. Als een meerderheid heeft gekozen, dan gaat het gewoon vooruit, meerderheid achteruit. Achteruit. En als het precies gelijk is, dan kiest de computer eigenlijk voor je. Of dat je al voor of achteruit gaat. Maar ik heb het wel het gevoel dat veel mensen het knoppensysteem nog niet weten hoe het werkt. Nog steeds niet. Maar het wordt niet aangegeven. Want ik wist niet dat die knoppen er waren. Dus dat jij het zegt. Nee. Het systeem daarvan wordt nergens in de wagen wat dan ook aangegeven. Wel met twee woorden van ga naar links. Links voor alleen voorwaarts en rechts voor de verrassingseffect. Maar hoe het in zijn werk gaat wordt gewoon niet uitgelegd. In de wagen nergens. Ook niet door personeel of wat dan ook. Nee. Maar ja. Voor het is een leuke dag. Dus voor haar is het tyfoon. Voor mij de Fury. Ja. Ja, dit was de dag. Ik hoop ook voor jullie dat jullie deze video weer leuk vonden. Zo ja, doe dan even een blauw duimpje omhoog. Abonneer even hieronder, als je dat nog niet hebt gedaan. Zet ook even een reactie. Probeer zo snel mogelijk erop te reageren. Altijd reageer ik op jullie reacties. Zo snel mogelijk. Heb je daar nog wat aan toe te voegen? Nee. Ja, naar huis. We gaan lekker eten. Bij de McDonald's eten. Maar dat is wat voor ons eigen. Ik zou zeggen, mensen, later.